laatste gemeente Sint-Antonis heet ik u welkom bij de talkshow Heren, Boeren in Sint-Antonis. Het buitengebied is in beweging en dat is voor iedereen een enorme uitdaging. Denk aan de klimaatverandering, de zorg om een toekomstbestendige agrarische sector, maar ook hoe we willen voorzien in onze voedselproductie. De gemeente Sint-Antonis faciliteert dit door te inspireren en mogelijkheden te laten zien. Dat wordt breed gedragen door de raad. Er kwam dan ook een vraag om een inspiratiebijeenkomst te organiseren over herenboeren. In de huidige raadsperiode is één van de drie belangrijke pijlers de transitie van het buitengebied. We staan tenslotte met z'n allen voor enorme uitdagingen. Maar het mooie van een moeilijke tijd is ook dat er prachtige ontwikkelingen ontstaan. En een van die ontwikkelingen is het concept herenboeren. En wat mij zo aanspreekt in dit concept is dat het een mogelijkheid biedt om burgers en boeren wat dichter bij elkaar te brengen. En daarnaast geeft het de mogelijkheid om mensen weer wat dichter bij hun voedselvoorziening te brengen. Mensen zijn erg geïnteresseerd in een goede kwaliteit van voeding en willen graag betrokken zijn bij de productie van voeding. En het concept herenboeren biedt daar hele mooie kansen toe. In verband met de coronamaatregelen konden we geen fysieke bijeenkomsten organiseren. Daarom schakelen we nu over naar de studio in Ottersum, waar Sander Groene in gesprek gaat met enkele gasten over het concept herenboeren. Veel kijkplezier. Dankjewel Angelique en welkom in Ottersum. Vandaag hebben we vier gasten waar we mee gaan praten over het concept herenboeren. En hoe interessant is het concept herenboeren voor de inwoners van de gemeente Sint-Antonis? Daarover gaan we praten. Ga je mee? Vandaag praten we over herenboeren en dat doen we met Mark van Asten. Mark van Asten is de initiatiefnemer voor het oprichten van een herenboerderij Landsmeerseloop. We praten met Annemarie Spierings. Zij is een herenboer bij Willeminepark in Bokstel. Verder aan tafel dadelijk Wouter Bolle, wethouder Sint-Antonis en Boudewijn Toren van Herenboeren Nederland. Voordat we gaan praten over herenboeren en voordat we met elkaar in gesprek gaan, gaan we even kijken naar een animatie over wat is nou het concept achter herenboeren. Als herenboer eet je elke week verse groenten van het seizoen, fruit, eieren en, voor wie wil, ook vlees en vleeswaren. En dat van je eigen boerderij, verzorgd door je eigen boer. Elke herenboerderij heeft namelijk een boer in dienst die het voedsel produceert dat de leden nodig hebben. Samen bepaal je ook wat je van je eigen boerderij wil eten. Met zo'n 200 andere huishoudens ben je gedeeld eigenaar van een herenboerderij. Hiervoor investeer je eenmalig €2000 in je bedrijf en krijg je voor ongeveer €10 elke week je eten van je eigen boerderij. Maar behalve een plek waar eten wordt geproduceerd, is een herenboerderij ook een plaats waar je samenkomt en je elkaar of je boer spreekt. Je kunt er recepten uitwisselen of meedoen aan een van de vele activiteiten zoals picknicks of workshops die door de herenboeren worden georganiseerd. Als herenboer eet je met de seizoenen mee van grond uit de buurt. Jouw boer werkt zo duurzaam mogelijk en biedt zowel planten als dieren een fijne plek. Dit is goed voor de bodem en dat zie je ook terug op het land. Zo werk je als herenboer dus mee aan een nieuw duurzaam voedselsysteem. Herenboeren, samen duurzaam voedsel produceren. Interessante animatie, interessant te zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt bij herenboeren. Maar naast ons zit een van de grondleggers van herenboeren, Boudewijn Toren. Boudewijn, welkom. Dankjewel. Boudewijn, mensen kennen jou niet. Wat ben jij in het dagelijks leven? Wat doe je in het dagelijks leven? Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik ben een gebiedsregisseur met een groene achtergrond. Mm-hmm. Een Larensteiner. Mijn leeftijd verraadt dat ik een HBCS'er ben. Dus Hogere Bosbouw en Cultuurtechniek School heette dat toen.
Die producten die hiervoor staan, komen op dit moment van Wilhelminapark en Boxtel. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus de producten die jullie daar tegen. Wat zien we hier voor ons, Boudewijn? Het is even erg seizoensgebonden. Hè? Dus je ziet de pompoenen nu terugkomen. Ik at nooit pompoensoep, tegenwoordig wel. Hè? Dus je maaltijden veranderen ook, doordat je lid wordt van een herenboerderij. Oké, dus wat je een aanbod krijgt, ga je ook echt gebruiken. Ja, ja, ja. Wat het fascinerende is, is dat voordat ik lid was van een herenboerderij, of deelnam aan die herenboerderij, gebruikte ik producten vaak maar op één manier. Mm-hmm. Ik ben geen hobbykok, dus op het moment dat ik boontjes heb, dan eet ik boontjes. In plaats van dat ik een gerecht heb waar boontjes in zitten. Dus ik hoop dat je de nuance hoort. Ja. Het mooiste is, voorbeeld vond ik paksoi. Mm-hmm. Ik at zelden paksoi. Ja. En de eerste actiegroep binnen onze coöperatie heette de derde paksoi. En dat was ook echt omdat er de derde week weer een hele grote paksoi kwam. En de eerste keer paksoi is wokken. Ja. De tweede week is, ik weet niet wat ik ermee moet doen. De derde week denk je van, nou dan maar soep. Maar zijn er ook andere gerechten te maken van producten die van je land komen? Nou, dan zie je meteen andere talenten, zeg maar, in zo'n gemeenschap naar voren komen. Mm-hmm. En die creëerden, en dat was dus die actiegroep, die heet tegenwoordig de Herenkeuken. En die delen met elkaar recepten. Hoe maak je dan iets van paksoi? Wat zie je dan hier zo voor je liggen? Ja, je ziet pompoen. Een patisson, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb veel gewerkt in Eindhoven. Ja. Het Evelon kende ik, dus dat herkende ik dan weer terug in een soort van pompoen. Het smaakt naar courgette. Okay. Erg lekker, dus je probeert van alles en nog wat. Alouette aardappelen. De zoete aardappel ligt volgens mij ergens. Ja, de zoete aardappel ligt hier. Ik heb nog de laatste broccoli's van ons land. Ja. En de eerste boerenkool zie je al liggen. Ja. Een fles pompoen. We hebben ook een boomgaard met fruit. Maar ik zie ook een kant-en-klaar product als een sap. Ja, nou ja, dus dat is de herenboerderij is een reis. Mm-hmm. En je gaat met elkaar produceren en je probeert jaar rond te produceren. Alleen je zit in dit klimaat en dat betekent dat je bepaalde momenten in het jaar producten krijgt. Mm-hmm. Zoals fruit. Toen wij begonnen met het concept, dachten we naar hoeveel fruit consumeert nou de gemiddelde Nederlander. Nou, dat is al een uitdaging, want een herenboer is niet een gemiddelde Nederlander. Maar goed, dus we gingen op die productie zitten. Mm-hmm. En vervolgens hebben we een boomgaard ingericht die producten brengt. Appels, peren, pruimen tot nu toe. We zijn al aan het verbreden, maar toen was het appels, peren, pruimen. En die komen eigenlijk in 6 tot 8 weken van dat land af. Maar zou je nou wekelijks de hoeveelheid fruit willen uitleveren, dan moet je op een bepaalde manier koelen. Ja. Geconditioneerd koelen heet dat dan, dus met stikstof. Alleen de hoeveelheden die wij uitleveren, die kleine volumes, kunnen we niet stikstofgekoeld doen. En dat betekent dat we dus met de producten die we van ons land krijgen, ook andere dingen moeten doen. Waaronder sap maken. Ah. Nou, dus één van de leden is er sap mee aan het maken. En we hebben nu grootschalig, ik geloof iets van 6 ton fruit, omgezet naar sap. Zodat we dat volgend jaar gaan uitleveren aan de leden. Dus je ziet dat ook dat soort aspecten erin komen. En volgens mij staat er een potje chutney. Klopt, ja. We hebben een imker op onze boerderij. En dit is dus ook echt onze herenboeren honing. Dus ook echt van onze eigen boerderij. De honing. Dat soort producten komen ook nu ondertussen van ons land. Ja. Ik zie en ik pak hem er even aan. Ik zie ook een ei. Dus we hebben het ook over dierlijke eiwitten. Zeker. Maar ik zie geen vlees erbij staan. Ik zie geen melkproducten. Hoe zit dat precies? Ja, ja. Nou, het vlees heb ik niet meegenomen, maar hebben we wel. Hè. Dus we hebben kippen, varkens, runderen bij ons. We hebben geen zuivel. Tot nu toe krijgen we de verzuiveling eigenlijk nog niet ingeregeld. We hebben wel, zoals dat ze mooi heet, dubbeldoel runderen lopen. Dus wij zouden zowel voor vlees als voor zuivel, we zouden de verzuiveling wel kunnen doen. Alleen die kosten zijn op dit moment te hoog. Waardoor ik hoor je dus vooral zeggen, het is een beweging, bewust consumeren, bewust produceren, meewerken op een boerderij, elkaars talenten en interessegebieden gebruiken, hoor ik jou verschillende keren zeggen. Klinkt bijna als een beetje een community-achtige groep, van het is bijna een andere manier van werken, denken, leven. Moet ik het zo zwaar zien of kan ik toch gewoon als consument daar deelnemen, mijn afdrachten betalen en één keer in de week mijn producten gewoon opkomen? Ja, het is een gemeenschap. En het begint eigenlijk met een verzameling van mensen die dezelfde interesse hebben. Dus aan de voorkant ben je eigenlijk gewoon consument die op een andere manier wil eten. Maar eenmaal in de boerderij of bij de gemeenschap, dan is er de mogelijkheid om deel te nemen aan die boerderij. En aan die gemeenschap. En je ziet dat eigenlijk ook opschuiven.
En wat interessant is, we hebben dit jaar hebben we een soort van persona-onderzoek gedaan van hoe komen mensen nou binnen. Mm-hmm. En mensen komen vooral binnen op milieubewustzijn, duurzaamheidsgedachten en eigenlijk constructief. Dus ik wil dat mijn voedsel goed geproduceerd is en dat wil ik graag afnemen. En wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat op het moment dat mensen deel gaan nemen, het langzaam ook doorcijpelt naar meer het sociale aspect. En dan accepteren ze bijvoorbeeld, ik pak hem maar even, een vlek op een peer. Dus de vlek op de peer is iets wat erbij hoort, maar het samen voedsel produceren wordt daarmee steeds belangrijker. Jouw vraag, mag ik ook gewoon consument zijn en mijn eten halen? Ja, natuurlijk mag dat. Dat is eigenlijk waar het herenboerenconcept om begonnen is. En dat is eigenlijk ook de basis. En wat ik als voorzitter vaak zeg is, we hebben die koplopers nodig die het steeds duurzamer willen. De arbeid op de boerderij ook steeds beter willen inregelen. En je hebt die consumenten. En je hebt ze samen nodig. En de verbinding tussen die twee, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in de gemeenschap. Boudewijn, jullie zijn begonnen in het Wilhelminapark in Boksel met de eerste herenboerderij. Maar zien we eigenlijk een beweging door Nederland heen. Hoeveel herenboerderijen zijn er op dit moment in Nederland? Er zijn er op dit moment 8 functioneel. En ik ga zelfs vertellen, de volgende 2, 3 die starten volgens mij ook ergens op dit punt. Als ze start. Ja. En waar zitten die herenboeren op dit moment? Waar zijn die boerderijen? Kunnen er een aantal noemen? Jazeker. Als we in Brabant kijken, dan hebben we er eentje in Alphen onder Tilburg. We hebben er eentje in Breda aan de westkant, op het Lies heten ze. En we hebben er eentje in Soerendonk-Kranendonk, Grote Heide heet die. Dat zijn de 4 die op dit moment actief zijn, draaiend zijn. Even kijken, alle 3 dit jaar geopend. Dat is, okay. Dus dat is dan in Brabant. Dan hebben we aan de noordkant van Rotterdam, Vlinderstrik, hebben we. In de regio Apeldoorn hebben we Wenumse Veld, dat is Apeldoorn-Noord. En aan de zuidkant van Apeldoorn hebben we Loenen, Grote Modderkolk. We hebben in Weert een boerderij, Land van Weert. Heb ik er nu 8? Ja, volgens mij heb ik er 8. Ik heb die niet geteld. Ja, maar volgens mij heb ik er 8. Naast jou zit Wouter Bollek, wethouder van de gemeente St. Antonis. Welkom, Wouter. Dankjewel. Ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom heren, boeren en gemeente St. Antonis. Neem eens even mee. Ja, dan moet ik even meenemen naar de gemeente St. Antonis. Ja. Dat zijn ruim 11.000 inwoners en omgerekend heeft elke inwoner bijna een hectare grond. Hè, zeg maar. Dus dat zegt ook iets over de grootte van de gemeente St. Antonis. Met daarin 7 kernen die, nou ja, eigenlijk, er zit wat pioniersdorp. Ik noem bijvoorbeeld Landhorst, echt een ontginningsgebied. Westerbeek, Strookzwem, vroeger de oude turfstekers rondliepen. Dus een gebied met veel historie op het gebied van landbouw en alle vormen daarvan. En ook zelfontwikkelend, zou ik willen zeggen. Nou, in de tussentijd hebben we vrij veel ook intensieve veehouderijen. Hè? Dus het heeft een behoorlijke slag voorwaarts gemaakt. Hè? We staan soms in een lijstje met de meeste varkens per inwoner. Ik had het net over de hectare grond. Maar we hebben bijvoorbeeld ook 35 varkens per inwoner omgerekend. Dus het is een gebied met erg veel grond. Maar ook erg veel soorten landbouw. En dat gaat van bomenteelt, met zelfs fruitteelt daarin, tot de asperge en de aardbeien groeien bij ons ook erg veel, tot aan alle soorten van veeteelt. Wij als bestuur van de gemeente St. Antonis zijn op zoek naar de nieuwe manier van naar voedsel kijken. In het Land van Kuik, daar zijn we op weg naar een herindeling in het Land van Kuik. Als je daar op die grote schaal kijkt, dan zie je tot en met de verwerking van het voedsel toe alles aanwezig. Hè? Dus op dat gebied, het oosten van Noordoost-Brabant zou ik willen zeggen. En St. Antonis heeft de ambitie om daarin een voorbeeld te geven hoe dat het ook zou kunnen. Dat je op een andere manier naar dit hele voedselketen kijkt. Ja. Ik begrijp uit jouw verhaal, Boudewijn, dat het belangrijk is dat er draagvlak is, breed, hè, voor een concept als herenboeren. Hoe zou dat vallen in een Land van Kuik gedachte? Want de gemeente St. Antonis gaat volgend jaar samen in een grotere gemeenschap Land van Kuik. Heb je dat beeld bij, Wouter? Nou, het Land van Kuik heeft de gemeente St. Antonis de ambitie om dadelijk op te gaan in die nieuwe gemeente. En het voorbeeld te zijn van hoe dat we met landbouw. We bestrijken nu het grootste gebied qua landbouw van die 4 gemeenten die dat worden. Dus we denken daar ook wel iets van te mogen vinden. Aan de andere kant hopen we het voorbeeld kunnen hebben. Ja, kijk, zo kan het. En die werkwijze willen we dus ook in die nieuwe gemeente proberen in te brengen.
Want het is echt nog niet zo makkelijk als dat ik het dan nu zeg. Ja. En herenboeren vind ik zo'n concept wat dat anders denken ook prikkelt. Je hoeft het niet per se één op één over te nemen. Maar het prikkelen zorgt voor nieuwe gedachten. Ik heb er zelf mee kennis gemaakt in mijn periode dat ik Provinciale Statenlid was. In 2016 kwam het voorbij. En dan leerde ik van nou, het past wel bij onze gemeenschap. En ik vind het nog bijzonder dat het bij ons nog niet gestart is. Ja. Ik denk dat het kan. Paulo, als je gaat kijken naar herenboeren, het concept herenboer, dus het starten van een herenboerderij, heb je gezegd van is die gemeenschap een hele belangrijke. Het start bij de groep mensen die dat echt daadwerkelijk wil. Mijn eerste indruk is dan van ja, dan moet je vooral zijn in de stedelijke omgeving. Daar zijn veel mensen, er zijn bewustere consumenten. Waarom een plattelandsgebied, zoals bijvoorbeeld de gemeente van Wouter Bonne, de gemeente Sint-Antonis? Wat je ziet is, ja natuurlijk is het zo dat rondom grotere steden het anders kijken naar voedsel. Ik denk zelfs dat ik moet zeggen van de interesse in deze manier van voedsel produceren meer aanwezig is. Maar dat heeft meer te maken met kwantiteit. Hè? Dus in Rotterdam, waar in de periferie 1 miljoen mensen zitten, proberen één boerderij vol te krijgen met 200 huishoudens. Ja, dat is percentueel heel weinig natuurlijk. Ja. En op het moment dat je naar deze gemeente gaat, is dat natuurlijk anders. Dat is één aspect, dat is kwantitatief. Mm-hmm. En het andere aspect wat meespeelt is dat in deze regio natuurlijk mensen, u geeft het al aan, zeer verbonden zijn al met het landelijk gebied, met die landbouw. Dus ze kennen dit. Ja. Ze kennen dit verhaal. Tegelijkertijd zie je zeg maar, dat ook daar zeg maar, het constructieve gedrag steeds meer aanwezig is. En het vraagt maar 150 of 200 huishoudens om die business case van zo'n herenboerderij rond te krijgen. En dus op de schaal die u net schetst, ja, is het nog steeds maar eigenlijk relatief klein om één boerderij op deze manier te zetten. Ja. En je hebt hier een actieve gemeenschap, begrijp ik ook, in de land van Kuik in ieder geval. Ja. Veel verenigingen. Ik hoor dat een goede grondslag zou zijn. Wat zou een gemeente of wat zou je als wethouder mee willen geven aan mensen die hiermee lopen? Ja, ik denk dat je terecht het punt maakt dat het een goede gemeenschap is. Er zit veel gemeenschapszin in. Hè? En wat ik al zei, gemeente Sint-Antonis heeft 7 kernen. Maar we gaan straks naar 28 kernen in. Waarbij één kern Kuik 18.000 inwoners op zichzelf heeft. Hè? Dus juist als je dat voor ogen hebt, denk ik van dan heeft de toekomst om straks misschien wel meerdere herenboerderijen te hebben. De kennis en kunde is aanwezig in het gebied. Ongelooflijk. Ja. Op alle terreinen. Of dat nou fruit of kippen of eieren. Het maakt niet uit. Wij weten het. Wij kennen het. Onze mensen kennen het. Ja. En anders zijn er mensen in de buurt. In elke familie weet wel iemand iets van de boerderij af. Ja. En tegelijkertijd zijn er volgens mij straks met die bijna 80.000 inwoners gewoon genoeg consumenten. En laat me niet vergeten, we wonen op een steenworp afstand van Nijmegen. Dus weliswaar niet Brabant, maar wel een hele interessante markt volgens mij voor deze producten. Aan tafel zitten Annemarie Spierings en Mark van Asten. Annemarie, jij bent een herenboer bij Wilhelminapark in Boksel. Jazeker. Kijk, ik ben heel benieuwd wat er daar allemaal gebeurt op die herenboerderij. En Mark, jij bent bezig met een initiatief van herenboeren in Gemert-Bakel-Boekel. Huis Paardenwaar, om precies te zijn, is de plak waar het allemaal moet gaan gebeuren. Letterlijk de plak waar het gaat gebeuren. Want het is uiteindelijk een herenboerderij die grond heeft om daar producten te gaan bouwen. Ja. Huis Paardenwaar is een GGZ-instelling. Mm-hmm. Psychiatrische kliniek eigenlijk, waar mensen ook wonen. En zij zijn bezig met een toekomstplan voor de plak daar. Het is een oud klooster eigenlijk, Huis Padua. Dus een grote plak grond. En zij zijn de verbinding aan het maken met de omgeving. Vroeger was het altijd een beetje een gesloten instelling. En nu zijn er al prachtige plannen. Levendig landgoed heet het. En daar gaan we proberen als herenboeren prominent een rol te spelen. Ja. Annemarie Spierings, welkom aan tafel. Oud-gedeputeerde provincie Noord-Brabant, maar vooral ook herenboer. Jazeker, jazeker. Vergrijp ik. Waarom herenboer, Annemarie? In eerste instantie omdat ik gezond biologisch voedsel wilde kopen, wat in de supermarkt gewoon niet zo goed te vinden is. En omdat ik het belangrijk vind dat ook die boer een goed inkomen krijgt. En als ik bij de supermarkt ga kopen, dan heeft eigenlijk gewoon de supermarkt die boer al half uitgeknepen. En hier gaat dat heel mooi hand in hand.
Maar ik heb nu ontdekt dat ik eigenlijk ook herenboer ben, omdat ik het gewoon heel leuk vind om andere mensen te ontmoeten waarmee ik interesses deel. Of dat nu is het vroeten in de grond en die groentes verbouwen, onkruid bieden, et cetera. Of het uitwisselen van recepten, wat natuurlijk ook ontzettend leuk is voor iemand die van koken houdt. Oké, dus het is, we hebben het straks Boudewijn gehoord, die had het over een gemeenschap, die herenboerderij is. Je bent lid van een boerderij, meer dan alleen maar enkel producten daar afnemen en consument. Maar ik begreep ook wel dat het niet noodzakelijk is om heel actief te zijn. Maar ik hoor jou zeggen van nou, inmiddels ben ik wel heel actief daarin geworden. Ja, nou ik ben de eerste 2,5 jaar dat ik lid was zo druk geweest dat ik dus inderdaad echt alleen mijn groenten kwam halen. Ja. Maar ja, nu sinds een half jaar heb ik veel meer tijd. Dus toen had ik ook zoiets van ik vind het leuk om mijn handen uit de mouw te steken. Om ook iets terug te doen voor die 2,5 jaar dat ik gewoon alleen maar consumerend lid ben geweest. En ik had thuis een moestuin en ja... Dat gaat goed, redelijk goed, totdat je 3 weken op vakantie gaat. En dan verdroogt alles of schiet alles in het onkruid. Of de oogst is net als je op vakantie wilt gaan. Ja. En nu deel je het met elkaar. Dus je kunt helpen als je tijd hebt. Maar je kunt ook gewoon 3 weken op vakantie gaan. Dus het is ideaal. Dus eigenlijk heb je nu een grotere moestuin met minder omkijken. Precies. Oké, dat is mooi om te zien. Maar het betekent ook dat je allerlei producten krijgt waar je... eigenlijk één op één niet precies weet wat je moet. We hebben hier wat producten liggen. Nou, zoete aardappel, ja, ik kan er misschien een leuke in de soep verwerken of in de oven iets mee doen. Maar wat heb je meer aan producten dat je dacht van, wat moet ik hiermee? Nou, soms zijn het de producten. Bijvoorbeeld zo'n patisson, dat was wel even, hoe moet ik dat klaarmaken? Ik moet zeggen dat wij pompoen eigenlijk ook heel weinig aten. De eerste keer dat ik de palmkool klaarmaakte, heb ik de steel erbij gedaan. Ja. Maar een palmkool moet je eigenlijk net als de boerenkool de bladeren ervan aftrekken, heb ik geleerd. Ja, okay. En een andere uitdaging is soms dat er heel veel van hetzelfde komt. Bijvoorbeeld als die appeloogst begint, dan vallen eerst de appeltjes eraf die niet goed zijn. Ja. Dus die worden geraapt en die kun je dan meenemen. Dus dan ga je denken van wat kan ik met heel veel appels doen? Ja. Mijn favoriete recept is een plaatcake waar heel veel appeltjes in geduwd zitten. Daar gaan volgens mij dan wel 10 of 12 appeltjes in 1 cake. Dus dat is ideaal en een week lang lekker snoepen. Dus bewust consumeren wat op dat moment geldt. Heeft je dat ook wel nieuwe inzichten gegeven? Het belangrijkste wat ik zelf heb ervaren, doordat je eigenlijk best heel veel groente krijgt. Want als je een witte kool hebt, die weegt meer dan 1 kilo. Ja. Je gaat dus veel meer groente eten. Dus je voedingspatroon verandert echt en je gaat er gezonder van eten. En daar had ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar waar je normaal toch wat gemakkelijker teruggrijpt op kant-en-klaar producten. Mm-hmm. Iets minder groente, misschien iets meer vlees of iets meer pasta of iets dergelijks. Ja, nu heb je gewoon heel veel groente en die moet als eerste op. Dus bewuster groente consumeren, hoor ik dan inderdaad zeg maar ook de hoeveelheden. Op een bepaald moment een grote hoeveelheid en andere momenten heb je dat weer niet. Dus je zit veel meer aan die seizoenen en jaargetijden gebonden. Ja. Zeker. Maar dat maakt het ook wel weer leuk, omdat asperges hebben we dan niet op de herenboerderij. Maar doordat groentes seizoensgebonden zijn, en bij asperges zal iedereen dat herkennen, is het ook gewoon een feest als ze er weer zijn. Dus nu is het ook, je hebt een aantal maanden per jaar heb je kool, maar daarna ook weer een hele tijd niet. Dus als ze dan weer komen, dan is het, het is weer seizoen voor deze groenten. Ja. Wat zie je aan nieuwe teelt en teelttechnieken bijvoorbeeld bij jullie op de boerderij? Word je daar als consument in meegenomen of als lid van de coöperatie? Het mooie is dat je als lid van de coöperatie zelf zo betrokken kunt zijn als je wilt. Dus we hebben een aantal leden die echt verstand hebben van de bodem, de bodembiologie. En die op een gegeven moment hebben gezegd van, we doen nu min of meer gewoon biologisch. Maar het kan ook echt dat we in de compost gaan telen. André, neem ons mee in hoe jij kijkt naar het huidige voedselsysteem en wat herenboeren daar tegenover staat. Wat nu een uitdaging is in ons voedselsysteem, is dat we consumenten hebben, miljoenen Nederlanders. Dan hebben we maar een stuk of 5 supermarktorganisaties. Mm-hmm. Want we kennen wel meer ketens, maar er zitten eigenlijk maar een stuk of 5 organisaties achter. Die kopen in en daarachter zitten duizenden boeren. Maar dat betekent eigenlijk dat de supermarkt bepaalt wat die boer aan geld krijgt voor zijn producten. Dus die boeren zijn allemaal met elkaar in concurrentie. En in tegenstelling tot een echte ondernemer die gaat over de prijs van zijn product, gaat die boer daar niet over. Dus dat is een uitdaging. Wat ook een uitdaging is dat die boer vaak maar 1 product maakt. Of misschien een paar producten maakt. Waardoor je hele grote monocultures krijgt. En er zit natuurlijk in die keten zit heel veel verlies. Er zit heel veel verpakkingsafval. Dus er zijn heel veel zaken die in die keten eigenlijk niet optimaal werken. Wat we bij de herenboeren doen is dat je eigenaar bent van je eigen boerderij. Je gaat daar zelf je groente maken.
halen. Maken trouwens ook. Ja. En er zit helemaal geen tussenhandel meer in. Alleen af en toe besteden we iets uit. Bijvoorbeeld het slachten van een koe doen we natuurlijk niet zelf. Daar vragen we dan even een slachter voor. Ja. Dus we hebben echt alles in eigen hand. Maar in alle eerlijkheid, er is misschien één echt nadeel. En dat is als je een heel druk leven hebt. Ja, je krijgt de groente recht van het land. Dus het is niet gesneden, niet gewassen. Dus je staat gewoon wel wat langer in de keuken. En ik realiseer me ook dat dat niet iedereen gegeven is. Ja. Dus dat is in ieder geval ook een onderdeel wat meespeelt. Ja, en dat zal ook wel een reden zijn dat het bestaande systeem voor een deel ook gewoon blijft. Maar weet je, we zitten in een transitie en we hebben niet per se een einddoel. En het is belangrijk dat we veel bewuster met ons voedingspatroon omgaan en veel bewuster met de manier waarop wij landbouw bedrijven. Maar dat zou ook best gewoon een boer kunnen zijn die maar 3 of 4 soorten groenten verbouwt in een biologisch of natuurinclusief systeem. Of een veehouder die kringlooplandbouw bedrijft en dan toch 100 koeien heeft. Mark, je bent initiatiefnemer van een nog op te starten herenboerderij. Nou, ik niet alleen, maar met een groep enthousiaste buurtgenoten zijn we, denk ik, 1 jaar of 3 geleden, zijn we bij elkaar gaan zitten. Gemeente Gemert-Bakel, net als hier in Sint-Antonis, bezig met wat moeten we met het buitengebied. Dat samen met de gemeente die in een aantal publieke sessies de burgers gevraagd heeft om mee te denken. Van wat moeten wij met z'n allen hier met het buitengebied? Heeft gemaakt dat wij met een aantal mensen uit het buitengebied in handel zijn gaan nadenken. Ja, wat kunnen we voor elkaar betekenen? En dan niet alleen de oplossing van die monocultuur, hè, van dat het anders moet. Maar ook het sociale aspect. Hè, dat je toch probeert om met elkaar na te denken over je eigen omgeving. En dat je... We schoefelden allemaal in onze eigen moestuin. Ja. Zaten ook wel met het probleem dat de oogst nog wel eens mislukte. Ja. Maar wel heel enthousiast bezig in dat groen. En dat heeft op een gegeven moment gemaakt dat we dus... dat het praatgroepje, hè, over van wat kunnen we... Dat op een gegeven moment de herenboerengedachte zag. En daar werden we meteen ontzettend enthousiast van. Je zei net van, we hebben minimaal 20 hectare nodig. Ik begrijp, een boksel is 20 hectare. Ik kan even jullie twee beantwoorden, waarom die 20 hectare? Wat is er zo belangrijk aan die 20 hectare? Mark, jouw... Nou ja, de herenboeren in Nederland heeft natuurlijk inmiddels de ervaring met de 8 boerderijen die er zijn. He, dat als je voor 500 monden een uitgebalanceerd pakket voedsel wil hebben, dat je dan 20 hectare om en nabij nodig hebt. Met name de runderen, jij zei het toen straks ook al, die hebben veel ruimte nodig. He. Die slurpen al 10 hectare op. En met die andere 10 moet je dus de mix maken van de kippen en de varkens en de groenten en het fruit. Ja, ja. Annemarie, als je kijkt naar Wilhelminapark, bestaat al iets langer. Hoeveel leden heeft het Wilhelminapark op dit moment ongeveer? Hè? Volgens mij zitten we rond de 180. 180 leden. En wat is het maximale aantal leden wat een herenboerderij ongeveer kan zijn? Nou ja, je zou naar 200, 250 leden gezinnen dan, hè? Dus daar zitten veel meer mensen achter. Er is wel iets voor te zeggen om het niet te ver te laten groeien, omdat je ook die gemeenschapszin wilt houden. En op een gegeven moment dan wordt de afstand misschien te groot van de mensen tot het gevoel dat ze echt mede-eigenaar zijn. Oké, dus het zit een max aan, maar dat is niet heel strikt, zal ik maar zeggen, op een max. Nee, je hebt wel een bepaald minimum nodig, omdat je zoveel verschillende producten wilt maken. En als je dat in te kleine schaal doet, dan lukt het ook gewoon. Krijg je wel heel veel boerenkool of wel heel veel... En dan heb je bijvoorbeeld geen mooie patissons of pompoenen. Precies. Waar zit ongeveer het omslagpunt, Mark? Hoeveel mensen heb je nodig om te starten? Nou ja, we hebben er 150 nodig om te starten. Ja. En nou ja, om en nabij. Maar 150 heb je toch wel nodig. Want dat is ook het startkapitaal. Herenboeren Nederland heeft ook een keurig begrotingje gemaakt. Ja. Wat daarbij komt kijken. En eerder kunnen we geen verplichtingen aangaan. Dus het is elke week een verrassing dat je de zak open doet en ziet van, nou, wat zit er deze week weer allemaal in mijn boodschappentas? Het staat een paar dagen van tevoren op onze herenboerenstek. De groenten, fruit, aardappelen, et cetera. Eieren zijn er eigenlijk ook elke week, behalve als dan de kippen net weer even allemaal, zeg maar, uitgelegd zijn en er een nieuwe serie kippen komt.
En voor wat betreft het vlees, wordt een koe of een varken of de kippen, die worden geslacht. Die gaan in de vriezer en dan kun je zelf aangeven wanneer je jouw vleespakket wilt ophalen. Okay. Anders dan, stel dat net je vriezer vol ligt en je krijgt een aantal kilo's vlees mee, is natuurlijk een beetje onhandig. Ja. Zijn er dingen die je graag gezegd wil hebben? Nou, misschien is het goed om ook even op te merken, want we hebben het steeds over gezinnen, maar ook over monden. Ja. Stel dat je alleenstaand bent, dan kun je zeg maar gewoon voor een half certificaat, noemen we dat, dus voor één mond, ook lid worden. Dus je hoeft je niet beperkt te voelen dat je denkt van ja, maar ik heb geen heel gezin en ik krijg veel te veel groente en vlees en alles. Dan kun je gewoon voor de helft instappen. En als ik een groot gezin heb met 10 kinderen, dan is dat ook mogelijk om ja, dan ga je voor de, precies, dan ga je voor de dubbele hoeveelheid, dat zien we ook. Die komen ook voor. Jazeker. Okay. Nou ja, en aanvullend, hè, 2000 euro is natuurlijk best veel. Hè. Je krijgt er ook veel voor. Hè. Je wordt echt mede-eigenaar van een stukje prachtig initiatief. Ja. En wij zijn bij ons ook aan het nadenken, we zoeken contact op met de bank om te kijken of we of vanuit coöperatie met gespreide betaling iets kunnen doen of een financieringsconstructie. Dus allerlei manieren om het zo laagdrempelig mogelijk voor iedereen bij ons in de woonomgeving te maken. Want dat vind ik wel een heel belangrijk aspect. Het moet niet een elite club worden. Hè? Dat is absoluut niet de bedoeling. Kijken naar het Willeminnenpark Boksel. Welke mensen, welke afstand leggen mensen af om naar die herenboerderij te gaan of daaraan deel te nemen? Gemiddeld genomen is dat ongeveer 15 minuten reistijd. We zien wel enkele uitzonderingen, want sommige mensen die wonen echt op een half uur met de auto en die doen dat dan met een paar gezinnen en sturen elke week iemand anders. En dat zijn de mensen die er echt heel erg hard voor hebben. Ja. Maar als je naar je leden gaat zoeken, 15 minuten reistijd. Mark, stel dat iemand hier nu kijkt en woont in Landhorst, lid wil worden van de toekomstige herenboerderij bij Huis Padua. Kan ontzettend graag, ja, tuurlijk. Hè? Want wij willen heel graag 150 mensen bij elkaar halen met die mooie gedachten. En we zijn op dit moment de enige herenboerderij in oprichting hier in de regio. Dus wij staan daar absoluut voor open. Ja. Dus als ik me wil aanmelden bij jullie, dan kan ik googlen op herenboerenlandmeerseloop.nl of naar www.herenboeren.nl en daar zal ik ook alle informatie aantreffen. Zeker. Onder andere van jullie, maar ook het initiatief van Willeminnenpark, begrijp ik. Stel nou dat ik lid wil worden van Landmeerseloop, maar uiteindelijk komt er toch een initiatief, bijvoorbeeld in Kuik of in Nijmegen of in Venlo, en ik wil die overstap maken. Hoe gaat het dan met mijn certificaat, die 2000 euro die ik ingelegd heb? In principe kun je overstappen, maar dat zit wel wat beperkingen aan. Want stel, bij Landmeerseloop hebben ze 170 leden en dan gaan er ineens 30 overstappen. Dat gaat natuurlijk niet goed, want dan gaat er heel veel kapitaal uit die herenboerderij. Dus er moet wel voldoende liquide middelen zijn bij de herenboeren Landmeerseloop voordat je naar een andere herenboerderij kunt overstappen. Of je moet iemand hebben die zegt van ik wil dat certificaat wel hebben. Dan kun je via de herenboerenorganisatie je certificaat zeg maar aan iemand anders overdoen. Ja, dus aan dat idee kun je dan overstappen of heb je in ieder geval weer je inleggeld ook weer. Ja. Als ik zou stoppen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, in feite hetzelfde. Je kunt je certificaat terugverkopen, maar dan moet er eigenlijk wel een wachtlijst zijn aan herenboeren of je moet iemand hebben die dat certificaat dan ook wil hebben. Want anders dan loop je het risico dat te veel mensen ineens hun certificaat willen terugverkopen en het hele initiatief in elkaar stort. Dus je wordt wel echt mede-eigenaar met verantwoordelijkheden. Dat zal heel helder zijn. Als je gezond voedsel belangrijk vindt, als je houdt van moestuinieren, maar dat liever met een paar mensen samen doet, of niet elke week wilt tuinieren, als je gewoon nieuwe vrienden zoekt, als je houdt van lekker koken, als je houdt van knutselen, of het nu gaat om een bankje of een boom planten, allemaal redenen om lid te worden van de herenboeren. Het is een ontzettend leuke, gezellige gemeenschap en voor iedereen toegankelijk, ook als je dat geen van allen wilt doen en alleen je groente wilt komen halen. Dankjewel Mark. Graag gedaan. Dankjewel Annemarie. Maar ook dankjewel Boudewijn en dankjewel Wouter voor jullie aanwezigheid. Heeft u naar aanleiding van deze uitzending nog vragen? Dan kunt u deze live online stellen op maandag 30 november tussen 8 en 9 uur 's avonds. Dan zitten er online voor u klaar Boudewijn Toren en een vertegenwoordiger van de gemeente Sint-Antonis. Wilt u meer weten over herenboeren en over herenboerderijen? Ga dan naar www.sintantonis.nl/herenboeren of naar www.herenboeren.nl.